Ja, ik denk dat we met één puntje vandaag tevreden mogen zijn, want het is niet gemakkelijk om hier te komen spelen. Het publiek zit er kort op en het veld is zeker geen voordeel. Dus ik denk dat we tevreden mogen zijn vandaag. Ja, het was moeilijk. Het verliep een beetje stroef vandaag. In balbezit denk ik dat we te weinig kansen hebben gecreëerd. Maar goed, langs de andere kant hebben we de nul gehouden. Dat is de eerste keer denk ik dit jaar, dus dat is ook belangrijk. Toch wel met dank aan Davy Roef, denk ik. Hij heeft een heel goed match gespeeld. Hij heeft ons een paar keer recht gehouden. We kunnen ons plaatsen voor de Europa League. Ik denk dat belangrijk is voor de club. En we gaan ons uiterste best doen om dat te kunnen verwezenlijken. We moeten proberen om daar een goed resultaat te halen en proberen te scoren. En dan thuis ook een goed resultaat neerzetten en natuurlijk trachten om door te gaan. Ja, we weten dat onze fans zeker uit, dat die heel luidruchtig zijn en dat ze ons willen steunen. En ik ben daar heel blij mee dat ze ons die steun willen geven, zeker uit. Ik denk dat dat wel belangrijk is, omdat we uit zeker geen makkelijke wedstrijden zijn. De fans waren echt fantastisch vandaag. Ze zijn ons de hele match blij steunen. En ook na de match waren ze ons nog aan het toeklappen. Dus daar ben ik heel blij voor. En dat is toch wel belangrijk dat de 12e man toch achter ons staat. En dat is heel leuk om te zien.